David Gevaert, ik neem aan dat je van dit soort dingen wel eens durft dromen. Dat je een scenario in je hoofd hebt, als het perfect uitgevoerd wordt, dat het misschien zelfs kan gebeuren. Maar had je dit verwacht? Want het was uitstekend. Het was een zeer goede match en een super resultaat. Maar niet alleen het resultaat was vandaag goed, ook de manier waarop. De prestatie was echt uitzonderlijk. Het was vooral, het viel op, heel volwassen voor een tweede klasser. Ja, ik denk dat we op alle vlakken getoond hebben dat we onze voet naast dit Oostende konden zetten. Nu, we kunnen dit wel voor één match ten opzichte van een eerste klasser, maar het was veelbelovend. Kan dit eigenlijk nog beter? Want je moet eigenlijk zaterdag dan opnieuw aan de bak in de competitie tegen Tubize, de topper. Maar je komt van zo'n hoogte, heb je daar misschien schrik voor? Ja, dat is inderdaad een gevaarlijk punt. En het kan iets zijn dat inderdaad moet meegenomen worden naar de volgende match. En ik hoop dat de jongens volwassen genoeg zijn en sterk genoeg zijn om die match te kunnen vergeten. En dan zaterdag opnieuw vol aan de bak tegen Tubize. Was je verrast, David, dat jullie zo gemakkelijk mee konden met Oostende? Maar het is altijd een vraagstuk. Ik wist dat we goed bezig waren, dat er goed getraind wordt en iedereen is top. En dan hoop je alleen maar dat je dit kan brengen wat je vandaag kunt brengen. Maar ik had het gehoopt, maar ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. En een bonus is dat je dan enkele jongens toch wat rust hebt kunnen gunnen, die dan fris aan de aftrap kunnen komen zaterdag. Ja, en vooral het feit dat we geen verlenging nodig hadden, is toch wel een boost naar zaterdag toe. Is dat nog het voornaamste? Dat vind ik wel, ja. Dus nog liever verloren dan gelijk gespeeld? Ik zat er niet in vandaag om te verliezen. Hè. Had je mij dat voor de match gevraagd, dan zou ik misschien een ander antwoord gegeven. Maar als je de wedstrijd ziet, dan denk ik dat we verdiend gewonnen hebben binnen de reguliere speeltijd. Als ik jouw ploeg zie, ik zie daar onder andere Max Bizet staan. De ervaring die in jouw ploeg zit, die is o zo belangrijk. En zeker in wedstrijden als deze. Ja, de combinatie van ervaring en voetballend vermogen bewijst dat we vandaag toch wel, ik zeg het nog eens, op één wedstrijd onze voet kunnen zetten naast de eerste klasse. Wat hoop je in de volgende ronde? Westerlo thuis. Westerlo thuis? Dat hoop ik. Oké. Proficiat, David.